Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Er waait vandaag een stevige noordwestwind, en met die noordwestelijke stroming drijven er ook buien over het land, vaak met een winterskarakter. Op de satellietfoto van half negen vanochtend kunnen we die buien herkennen als witte wolkenplukken boven land, maar ook boven zee. Tussendoor zien we ook wel wat opklaringen, daar schijnt van tijd tot tijd de zon. Pakken we de radenbeelden erbij, dan zien we die buien vanuit het noordwesten over het land trekken. In het oosten is het in eerste instantie nog vrij droog, maar ook daar gaan geleidelijk wel buien overtrekken. De buien nemen in een aantal en ook in activiteit in de loop van de ochtend toe. De kans op sneeuw neemt daarmee ook toe, met name in het binnenland dan wel. En op de Veluwe en in de Limburgse heuvels zou er zelfs een tijdelijk sneeuwdekje kunnen ontstaan, wat het ook nog een beetje wat langer volhoudt. De middagtemperatuur ligt rond de 3 of 4 graden, maar dat is dan wel buiten de buien om, want tijdens een bui dan zakt het kwik tot dicht bij het vriespunt. Er waait een matige aan zee, nog krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Dan het plaatje voor morgen. In eerste instantie hebben we van tijd tot tijd zon, met name in het midden, westen en zuiden van het land kan nog een winterse bui vallen, natte sneeuw of misschien een beetje sneeuw zelfs nog. In de loop van de dag raakt het geleidelijk aan bewolkt vanuit het westen. Wordt het eventjes droog, maar in de avond vooral kan er in Zeeland weer wat regen of natte sneeuw vallen. Middagtemperatuur 3 of 4 graden en een overwegend matige wind uit westelijke richtingen. Daarna wordt het eventjes koud weer. Er komt een noordoostelijke wind te staan op maandag. Daarbij gaat de zon flink schijnen en het wordt 2 of 3 graden. Op dinsdag en woensdag temperaturen overdag rond het vriespunt in het binnenland en ietsje erboven in de kustprovincies. De wind draait geleidelijk aan naar oost tot zuid en is zwak of matig. Heel lang duurt het koude weer uiteindelijk niet, want van na woensdag zien we dat er meer bewolking komt vanuit het noorden, laag hangende bewolking. En dat zorgt ervoor dat de temperatuur weer gaat oplopen. Overdag is het dan 2 of 3 graden en in de nachten net iets onder het vriespunt. Ik ben Ben Langkamp. Van Weerplaza.nl